is vrijdag, dus tijd voor een filmpje. Het jaar is bijna ten einde en binnenkort is het zover. Op de radio, op televisie krijgen we zo de countdown van het jaar. Hè. We gaan alle hoogtepunten bekijken van het jaar. En we krijgen op de radio zo van die top-down de meest 100 succesvolle nummers van het jaar. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wel, ik ben heel benieuwd, wat is jouw top 10 van het voorbije jaar? Denk daar eens even over na. We zijn weer een jaar verder. Wat heeft dit jaar voor jou betekend? Wat waren de top 10 meest succesvolle, plezante, tofste momenten die je beleefd hebt? Nu, voordat ik dit filmpje afsluit, wil ik eerst een stukje voorlezen voor jou. Uit een klein, maar heel bijzonder boekje. Man's Search for Meaning, van Viktor Frankl. Oostenrijkse psychiater die de concentratiekampen heeft overleefd. Op een bepaald moment schrijft hij, en ik ga het zo dadelijk vertalen. Instead of possibilities, I have realities in my past. Not only the reality of work done and loved, but of sufferings bravely suffered. These sufferings are even the things of which I am most proud, though these are things which cannot inspire envy. De schrijver schrijft, in plaats van mogelijkheden heb ik vooral realisaties in mijn verleden, in mijn geheugen. En niet alleen de realisatie of de realiteit in mijn geheugen van al het werk dat ik gedaan heb en van de liefde die ik beleefd heb, maar ook van alles wat onnoemelijk veel pijn heeft gedaan en waar ik zoveel moed heb voor nodig gehad om ze te overleven. Nu, al die dingen die zoveel pijn hebben gedaan en die zo moeilijk waren om te overleven, daarom ben ik misschien nog wel het meest trots, zegt de schrijver. Want dat zijn nu net dingen waar niemand anders jaloers zal op zijn. Iets om over na te denken. Deep stuff, als je het mij vraagt. Oké, nu kom ik terug naar jou. Wat zijn jouw sufferings geweest in het voorbije jaar? Wat zijn jouw keerpunten geweest die oneindig negatief aanvoelden en die je nu toch gaan meenemen in jouw top 10 van meest succesvolle momenten? Wat zijn de momenten geweest waarvan jij je gerealiseerd hebt van, ja, oorspronkelijk voelde dat echt negatief? En achteraf, in beschouwing genomen, is het misschien een godsgeschenk geweest? Is het misschien iets geweest wat fantastisch plezant is geweest? Achteraf bekeken, ik weet in het moment zelf is dat alles behalve plezant. Wel, als je dat kunt, dan ben je een echt bewust mens. Dan ben je echt goed bezig. En dan wil ik jou oneindig proficiat wensen. Bekijk jouw leven. Kijk naar de tegenslagen. Kijk naar de momenten die wij als falen bestempelen. Die wij ja, als pijn ervaren hebben. En keer ze om. Keer ze om. In iets positiefs. En zet ze in de top 10 van jouw voorbije jaar. Ik wens je heel veel plezier om die lijst samen te stellen in dit komende weekend. Tot volgende week met de kerstboodschap natuurlijk. Bye bye.